Het moestuinproject van stichting The Positive Movement is vanmorgen officieel gelanceerd in Paramaribo. Dit initiatief moet de gemeenschap motiveren om zelf te planten. De activiteit vond onder grote belangstelling plaats aan de verlengde Keizerstraat. Het project, dat onlangs in Para van start is gegaan, zal in alle 10 districten apart gelanceerd worden. Clyde Ford, voorzitter van The Positive Movement, zegt dat zelf planten beter is voor de gezondheid. Volgens hem begint gezond eten bij zelf planten. Hij benadrukt dat dit initiatief langzamerhand wordt geaccepteerd door de gemeenschap. Die Surinamer moet geen groenten meer gaan kopen. Je moet zelf planten en je moet gezond eten. Wanneer je zelf plant, weet je wat je eet. Dus we gaan laten teruggaan in de tijd die mijn grandma bij de Libi. Ik heb bagasseven, tomaten, tijerblad, alle groenten op mijn nyang. En dat moeten we terug gaan doen, want dat heeft haar gezond gemaakt, heeft ons gezond gemaakt. Maar nu eten we dingen die gespoten zijn en we gaan sneller dood. We verkorten levensduur voor nu. Districtscommissaris Audrey Hankers, die waarneemt op Paramaribo Noordoost, meent dat het moestuinproject de welvaart en het welzijn van de gemeenschap kan stimuleren. Hankers stelt dat dit project naast een gezondere samenleving ook kan bijdragen aan een beter milieu. Een belangrijk punt, denk ik, voor ieder is dat de gemeenschap in staat zal worden gesteld om de dagelijkse kosten te drukken. Ten slotte, mooier nog, wanneer je gaat oosten, kan je delen met je medemens. Of je kan de groenten ook verduurzamen en er zijn verschillende manieren hoe dat kan. Misschien kan de stichting hierop inspelen. Als burgermoeder ben ik zeer ingenomen met dit initiatief en ik moedig de stichting aan om naast Para ook, net wat u heeft aangegeven, alle 10 districten aan te doen. Gemeenschap van Paramaribo, maak flink gebruik van deze kans en neem de kennis die wordt overgedragen tot u, omdat dit niet elke dag wordt aangeboden. Districtscommissaris Audrey Hankers vanmorgen bij de lancering van het moestuinproject in Paramaribo. Het project is een initiatief van de stichting The Positive Movement.